Dames en heren, van harte welkom terug bij Fall Guys. Ik heb welverdiende kroontjes en die wil ik spenderen. Dus we openen de winkel en we zien de Z-Snap. We zien de Hero Master Ninja. Ja, de rest kan ik ook wel kopen, want ik heb wel genoeg van die buntjes. Maar deze ziet er wel leuk uit. I'ma buy this one. De Whirligig. Oké, laatste werd mij op stream verteld. Ik stream 2 keer in de week trouwens. Op twitch.tv/gamerneer. Linkje staat in de beschrijving. Maar er werd mij op stream verteld dat je zo'n shortcut kunt nemen. Die nam ik eigenlijk nooit. Maar ik zal hem wel proberen te laten zien als het zover is. Dan wil ik eigenlijk ook niet aan deze linkerkant zitten van deze zwoeper. Ik wil eigenlijk altijd tegen de rotatie van de paal ingaan. Zodat je gewoon eigenlijk makkelijker kunt zien wanneer je moet springen. Dat is eigenlijk gewoon de route. Hoppa. Mooie duik. Oké, hier verderop. Ja, hier kan je eigenlijk altijd zo heel makkelijk tussen. Waarom hou je mij nou weer vast? Ja, karma. Karma, je groen-rode rat. Oké, hier is de shortcut. Je ziet al mensen zeg maar een beetje via de linkerkant gaan. Mij was verteld, houd de linkerkant aan, spring vroeg. En dan zo kom je er tussendoor. Dat is pretty much de truc die mij was verteld. Dus nou, nu weet je die ook. En kan je die... Ik heb hem echt vlekkeloos uitgevoerd trouwens. Echt vlekkeloos. Ik had niet verwacht dat hij zo vlekkeloos zou gaan. Maar hoppa, weet je. Je bent een professional of je bent het niet. Alright, next up. Gate crash. Avoid the moving doors and race to the finish line. Over het algemeen is deze niet heel moeilijk. Alleen, over het algemeen is de hele game niet moeilijk. Maar de mensen om je heen maken het moeilijk. Dat kan nog wel eens een probleem worden. Ga daar naartoe. Heel goed. En wop. Zijn we daar overheen. Vlekkeloos. Oh, toch maar terugkeren. Ging bijna fout. En hoppa. Yeah, we good, we good, we good, we good. Neem deze. There we go. En nu gaan we richting het midden. Het werd gevaarlijk, maar het moest wel op deze manier. First place. First in de minigame. Ik bedoel, dat levert uiteindelijk levert dat ook meer puntjes op. Ik had wel geluk met de rotaties, moet ik eerlijk zijn. Maar eigenlijk niet, want ik ben een professional. Slime climb is up next. Hier zijn eigenlijk ook wel een paar geinige skips om te doen. Alleen, het probleem is dat heel veel mensen die op zich wel weten. En dan heb je echt zo'n massa aan blob van mensen die bij die skip staan. En dan kan je de skip niet halen, omdat je wordt er gewoon afgeduwd. Dus we starten achteraan. We moeten een beetje mensen proberen te vermijden wat dat betreft. Kijk, je ziet het al in de chaos en hier heel veel mensen die er overheen gaan. Je kan deze pakken. Hop. Ik moet even blijven staan en ik moet ook even iets meer naar de binnenkant. Slime komt er ook al aan. Watch out for the balls. Oké. De lichamen die duwden de bal letterlijk naar me toe. Je kan hier, bij deze kier, kan je ook zeg maar een skip doen. Hopelijk haal ik hem. Net niet. Oké. Dit is zeg maar het probleem van als je te veel mensen op een plek hebt. Nu moet ik hem weer afwachten. Nu moet ik hem weer afwachten. Oké, nu heb ik vrij baan. Slime komt wel steeds dichterbij, dus we moeten gewoon even zorgvuldig zijn. Op een gegeven moment heb je zo'n roze slijmpje op de vloer, zeg maar. Dat gedeelte. Die is op zich best makkelijk te doen. Daar weet ik wel een geinige skip voor. Alleen dan moeten we daar überhaupt wel eerst komen. En daar zijn we. Kijk, heel veel mensen gaan er gewoon rechtdoor. Maar je kan als je hier gewoon zo rechtdoor gaat. Woep, skip je zo dat hele bochtje. En win je toch weer een paar seconden, et cetera. Ja, en hier is het eerlijk gezegd gewoon oppassen. Het is heel vanzelfsprekend, dit gedeelte. Gewoon niet worden geraakt door de ballen. Wacht maar even. En zorgen dat je niet wordt gegrepen op het randje. Want dan word je weer teruggeduwd. En dan word je zo de afgrond ingemieterd. Alright, Tiptoe is de ene laatste race die we gaan doen. Ik ben benieuwd waar de grens wordt gelegd. Want er zijn momenteel nog 12 mensen. Oké, dus 5 mensen vallen af. 7 gaan doorkwalificeren. Wat ik meestal doe hier is gewoon rechtdoor lopen om te checken of überhaupt hier het pad is. Geen sprong te maken en gewoon... In het begin maakt het toch niet uit. Dus, nou, pakken we deze. Oké, dat is hem niet. In het begin maakt het niet uit. Maar zodra ze eigenlijk een beetje over het midden heen zijn...
Dan komt het punt dat je een beetje voorzichtig moet zijn met je stappen. En dat is hier dus eigenlijk al een beetje. Nou, op zich, het kan nu nog wel. Oh. Oké, okay, want de laatste twee, die zijn altijd rechtdoor. Dat moet je onthouden. De laatste twee zijn rechtdoor. En oké, okay, dat was hem dus niet. Hij werd gretig. Het kan zijn dat dit hem is, hoor. Maar ik sta op het randje. Oké, okay, we kunnen nu twee kanten op gaan. Rechtdoor voor mij. Oké, okay, dat was hem dus ook niet. Ik weet niet wat die guy probeerde. Oké, okay, dat is hem niet. Is het dan diegene wel voor mij? Oh, nee, het is meer naar links. Het is meer naar links. Oh, ze proberen me erop te duwen. En dat is hem. Hij ging er toch voor. Ik wilde het niet doen. Ik was zo bang. Ik denk, ik kan het doen. Ik ga het niet doen. Ik ga het niet doen. We zijn zo dicht bij het einde. Al was het een stukje terug, had ik het best wel willen doen. Alright, de finale is Hexagon. Ik heb deze nog geen enkele keer gewonnen. Ik heb, elke winst die ik heb gepakt was bij Fall Climb. Dat je het kroontje moet pakken. En hier, ja, deze vind ik gewoon een tikkeltje lastiger. Omdat, ja, je hebt toch een beetje met de onvoorspelbaarheid van mensen te maken, et cetera. En dat kan een beetje als lastig worden ervaren. Ik bedoel, ik weet wel hoe het werkt. Van, als je tijd wil winnen, moet je gewoon deze skips doen. En gewoon lekker je tijd nemen, et cetera. Maar het vervolg moet dan ook weer goed genoeg zijn. Dat je sprongen maakt. Kijk, ik moet nu landen op paars, maar dat gaat dus niet. En ik moest dus tijd winnen. Nu moet ik die andere guy even afzien te snijden. Maar ik word ook afgesneden, dus ik ga terug. En dan gaan we hier even tijd winnen. Hoppa. Maar ik ga afgesneden worden door een guy. Ja, ik zie hem al zijn pad afsnijden. Algemeen bekend. Ik hoop dat ik deze volgende sprong kan maken. There we go. Oké, dat is balen. Ik schoot te ver door, merkte ik. Er is nog niemand eliminated. Maar ik moet ook zeggen, er zijn weinig mensen. Er zijn 6 mensen, zeg maar. Oh, I fucked that one up. Je wilt, zeg maar, even wat, een halve seconde of 1/3 van een seconde wil je gewoon even stilstaan. Klootzak. He's fucking me up, man. Oh, hij saboteerde me echt goed. Oké, okay, ik ga zijn pad terugnemen. Hop. Hop. Oké, okay, er is nog steeds niemand eliminated. Maar ze zijn op de allerlaatste laag hier onder mij. Dat is de blauwe laag. Zijn ze me flink aan het opfokken. En deze... Oh god, I'm fucking myself up. Ik raak nu volwaardig in paniek. De paniek werd mij even te veel. Ik moet de randen, moet ik even goed... Oh, kut. Ik ben mezelf aan het saboteren hier door in paniek te raken. Oké. Okay. Plan is zo te lopen. Zo. Over te steken. Ik ben in paniek. Moet niet in paniek raken. Het is zonder paniek. Oké. Okay. Er zijn nog 3 personen. En ik ben er 1 van. En op een gegeven moment raakt iemands plateautje toch op. Oké, okay, het is een 1-1. Misschien maak ik slechte keuzes. Ik zie hem vallen. Hoppa! First game, first win. Easy game, easy life. Easy game, easy life. Schuif mij maar bij de professionals. Schuif mij maar in de e-sports. Organizations, hit me up. Zo makkelijk kan het zijn, joh. Zo makkelijk kan het zijn. Kom maar door met de beloningen. En een kroontje erbij. Hey, Rainbow Water. Is die leuk om aan te hebben? Zo, en of die leuk is. Oh, Seesaw. Ik heb Als ik ergens een hekel aan heb, is het deze map wel. Het is zo verschrikkelijk. Je bent zo afhankelijk van andere personen. Je moet af en toe zo lang wachten. Maar de kans dat je het einde haalt, is best wel groot. Uiteindelijk weet je, 40 mensen gaan door. 60 mensen doen mee. Maar vallen relatief weinig af. Ik sta nu wel vooraan. Dat kan als goed worden beschouwd. Als wij gewoon vooraan blijven lopen, dan heb je eigenlijk niet zoveel... What the fuck, die guy loopt over de rand, joh. He's cheating. Maar als je vooraan loopt, dan heb je niet echt last van de massa van mensen. Dus
dan kom je er uiteindelijk veel beter onderuit. Maar het is gewoon door in de massa te lopen. Kijk, de platen staan nu allemaal stil. Zo red ik het wel. Dat is het probleem niet. Maar het is gewoon, zodra je in de massa zit, dan is het chaos, joh. Complete chaos. Nou, als ik links ga en dan gaat die andere goochem achter mij gaat naar rechts. Dan balanceren we elkaar. Blijf zoveel mogelijk in het midden lopen, want dan balanceer je je eigen plaat ook weer. Want je moet een bepaalde hoogte hebben om je plaat te halen. Nou, hij gaat zo. Ik leun even met je mee en hop. En, oh, hij houdt me vast. De tyfus clear. En first. Omdat ik natuurlijk een superheld ben. Dit is het meest soepele hoe ik over deze map heb gelopen. Ik heb nog nooit zo soepel gelopen. Maar eigenlijk loop ik dagelijks zo soepel. Omdat ik een professional ben. Van Seesaw naar Perfect Match. Dat zijn echt twee verschrikkelijke minigames achter elkaar. Maar vooruit, we moeten er toch maar het beste van te maken. Deze vind ik ook gewoon kloten. Dit heeft weinig met mechanics te maken, maar meer gewoon met geheugen. En op een gegeven moment bij die laatste ronde vergeet ik het gewoon altijd. Oké, we got the mango, we got the banana. Mango, banana. Of is het een appel? Ah, het kan ook wel eens een appel zijn. Ik zei eigenlijk altijd mango. Appel, ook goed. Druif. Wat was het? Sinaasappel, kers. Kers, druif, sinaasappel. Kers, druif. Sinaasappel. We staan op de druif. Oké, er zijn nog genoeg mensen. Deze is altijd lastig. Dat zou deze moeten zijn als het goed is. Hoppa. Oh, daar valt er eentje af. Ah, dat is zo treurig. En iemand dook er zelf vanaf. Het zijn wat dat betreft, het zijn er maar drie. Maar de eerste is zo makkelijk, want dan heb je maar twee plaatjes. De derde, dan zit je van oké. En dan vierde is het echt, dit zijn te veel plaatjes. Hoopsie daisy, dive through hoops to score points for your team. Het is een teambeest en wij zijn rood. Deze ga ik niet pakken, dus ik ga gelijk hier naar boven toe. Want anders kan ik die andere niet pakken. Huppa, dan gaan we tegen strijd. Want dan gaan we wachten totdat er een ring naar voren komt. Die kan hier aan de zijkant komen. Die kan in het midden komen inderdaad, daar. Dat is altijd lastig. Dit is best wel een klote plek om te zitten. Want er komen hier niet zo vaak ringen. Er zijn heel veel ringen rondom zeg maar, dat middengedeelte. En zijkanten zijn op zich ook nog wel te doen. Maar hier echt zo'n beetje niks. Oké, die gaan daarvoor. Ik ga terug naar mijn locatie. Ja, nu mis ik er één. Klote zooi. Die guy kan er gewoon twee pakken. Oh mijn god. Hier zo. Woep. Ah, hij had hem voor mijn neus. Oké, dat is gierig. Shit, geel pakt alles voor mijn neus weg. Kom op nou. Ik doe geen kloten hier. Ik ga hier niet meer staan. Ik vind dit een sausplek. Ik ga wel op de barrière hier staan. Hoppa, kijk. Dat is al beter. Ik moet mijn self-value moet ik verhogen. Ho, hotdog, aan de kant. Hop, got him. En aan de kant Dino, het super fall guy. Alleen is kloten door aan die... Ah, hij hield me vast. Wat? Hoe de hel had hij me eerder? Ik ging er overduidelijk eerder doorheen. En wat ik wilde zeggen, is het wel een beetje kloot om hier aan de zijkant te zitten. Want de camera die speelt niet echt lekker mee. Maar... Nee, die heb ik net niet. Ik wil die pakken en blauw verliest grandioos. Rood verliest zo'n beetje nooit. Het is in mijn beleving heel vaak blauw. De volgende minigame is Tail Tag. Make sure you have a tail when the timer runs out. Dit is als individu, niet als team zijnde. Dus wij zijn zonder staartje gestart. Wij moeten dus een staartje van andere mensen afzien te pakken. Ik zie er daar al één. Let me just take that. Ah, zonder terugtik. Gaat hij... Hij wilde... Oh, dat was gemeen. Hey, duif, how you doing? Hij valt ertussen en het werkte. Wat een shite tactiek. Wop. Fuck off, duif. Ik ga in het midden staan. Bop. Blip. Oké, als je valt, kan je als het goed is niet gegrepen worden. Dus dat kan af en toe als een tactiek worden gevat. Wop. Oh, ik gebruikte die ene tactiek van die andere guy. Bam. Zie je, als je valt, kan je niet gegrepen worden. Pas als je opstaat weer. Hoppa. Let me just take that. Oké. Het is zonder terugtik. Ik doe nu dan ook gewoon met terugtik hoor. Als we zo gaan doen. Hop. Bonk. Hé,
Wat? Hoe heeft hij me gegrepen? Op mijn beeld werd hij gewoon echt compleet gehamerd. Hey, wat is dit? Let me just take that. Wat? Oké, nog 20 seconden. Oh, dit gaat hem akelig worden of zo. Die binnenste ring is altijd echt heel moeilijk te zien waar die naartoe gaat. Ja, dan gaat hij ineens naar rechts. Wauw, ik ga misschien zelfs nog verliezen. Ik wil niet verliezen. Niet in deze minigame. Ik heb hem. Oh, dat was op het laatste moment. Ah, was gecalculeerd. Gecalculeerd, toch? Het was allemaal gecalculeerd. Ik ben gewoon slecht in rekenen. Alright, Fall Mountain. De finale is hier. Reach the top first and use RT to grab the crown. En ik start achteraan. Oké, ik start ook aan de linkerkant. Dat vind ik een beetje kloten. Dus ik ga misschien doorkruisen naar rechts. Want ik vind zelf dat rechts een betere kant in deze map is dan links. Het is hier echt cruciaal dat je niet wordt genokt door die ballen. Dat is echt cruciaal. Dus je moet voornamelijk opletten wat die ballen doen. En niet op die manier geraakt worden. Vanaf hier kan je zo'n beetje de zijkant pakken. En kan je niet meer geraakt worden door ballen. Dus dat is goed. En hier is het omhoog klimmen. Oh, ik werd gehamerd. Niet goed. En daar is de kroon. Hop! Heb ik nou twee wins achter elkaar. Back to back. Back to back. Ik ben gewoon een professional, toch? Ik ben gewoon een professional. Kroontjes? Ik kan al deze kroontjes niet vasthouden. Ik heb er te veel. Easy game, easy life. Huppakee. Levels omhoog, kippenbeentjes erbij. Lekker man. Dizzy Heights is de volgende minigame. Het is puur gewoon neem de schijf op de juiste manier. Oeh, ik start zelfs ook nog vooraan. Dat is helemaal een tractatie. Want dan kan je in zekere zin gewoon rechtdoor lopen. Bij het begin hoef je geen eens te springen. Dan kan je gewoon overstappen van schijf naar schijf naar schijf. Wat wel zeg maar de bedoeling is, is dat je niet op het roze staat in het midden. Want dat gaat je opfokken. Oké. Hoppa. Hoppa. Ah, ik ben wel geraakt. Ik dacht, die kon ik nog wel pakken. Probeer meestal gewoon aan één kant te blijven. Want als je elke keer gaat kruisen, dan raak je in de war met die schietdingen. Hoe dan ook, hier moet je wel springen. En dan is het ook cruciaal dat je niet op het roze in het midden staat. Yep, even doorspringen. Hier pak ik hem meestal aan de linkerkant. Zodat ik uiteindelijk ook aan de linkerkant uiteindelijk uitkom. Want hier ga je weer ver naar links. Zo. En als je hier gewoon een muur aanhoudt, kan je niet geraakt worden door ballen. En dan haal je hem eigenlijk altijd wel. Hoppa. Perfect match. Nou, daar gaan we weer. Het is echt... Deze en die seesaw... I don't like it. Maar ja, we moeten het maar het beste ervan maken. Het eerste is een banaan en een appel. Oké, ik sta op appel. Een banaan zit naast me. Of ik word omgeven door bananen. En het plaatje is... Appel. Lekker blijven staan. En hoppa. Oh, er viel er eentje af. En er valt er nog eentje af. Banaan. Waar is het? Banaan, kers. Oh, watermeloen. Watermeloen, banaan, kers. Meloen, banaan, kers. In een rechte lijn. Meloen, banaan, kers. Meloen, banaan, kers. Meloen, banaan, kers. En... Hoppa. Oké, nu wordt het lastig. Banaan, sinaasappel, banaan, sinaasappel, appel, meloen. Banaan, sinaasappel, appel, meloen. Banaan, sinaasappel, appel, meloen, druif. Banaan, sinaasappel, appel, meloen, druif. Banaan, sinaasappel, appel, meloen, druif. Dus dat is deze. Oh, er vielen er een paar. Hoppa. Je hebt nooit veel tijd, maar je moet een soort patroontje erin vinden. En die dan elke keer herhalen voor jezelf. Ik merk dat het voor mezelf wel heel erg werkt. Wederom slime climb. Outrun the slime and reach the finish line. Rijmt bijna. Ah, we starten enigszins vooraan. Gaan we dan voor de eerste shortcut? Gaan we voor de halve shortcut. Ik ga niet voor de harde. Want dan kletter ik sowieso tegen andere mensen aan. Dus ik neem deze wel. Want op dat gelige... Ja, hoe zeg ik dat? Boeigedeelte.
Daar word je elke keer vanaf gestuiterd. Daar heb je vrijwel geen controle over je Fall Guy lichaampie. En go. Ik werd geblokkeerd, dus angst is hier. Waarom gaat de tweede schuif altijd op zo'n... Die gaat sneller. Dat is altijd zo kut. Ik twijfelde er al aan om überhaupt te gaan. En het fucked me over. Die vind ik eigenlijk altijd het meest vervelend. De rest is altijd wel te doen, maar het is gewoon... Die is gewoon vervelend. En hup. Soms heb je hier ook nog wel eens een saboteur tussen zitten. Die op die laatste... Op deze pilaar... Ja, deze dus. Waar die een toekan... me eraf tikte. Soms heb je daar nog wel eens een saboteur tussen zitten. En die kan echt je leven zo zuur maken. Maar die is er vandaag niet. Hoppa, ik volg die guy. Because I'm going for the little shortcut. Daar had ik al door kunnen steken. Zo, in één keer. Ah, we zijn niet de eerste bij deze. Maar bij deze moet je gewoon halen. Deze moet je niet snel willen doen of zo. Deze moet je gewoon halen. Hoppakee. Nou, alsnog gewoon vijfde. Terwijl ik echt, wat, twee keer eraf ben gevallen of zo. Oh, het is weer Hexagon. Wat? Met 15 man? Oké, dat gaat echt bijzonder druk worden. Want waarbij ik net won met Hexagon dat we wat, 6-7 spelers hadden. Ja, dit is veel meer. Dus dit gaat chaos worden. Dus je moet echt ja, je plekje zien op te eisen. Dus ik weet niet hoe ik dat ga doen. Maar ik ga een poging wagen. Ik ga wel zo. En dan zo. Als ik hier bovenop weet te blijven, dan... Zit ik... Oké, yikes. Big yikes. En zo. Oké, hier kan ik even wat tijd winnen. En zo. Oh, yikes. Yikes, yikes, yikes. Dat ging fout. Oké, nu. Tijd. Even tijd voor onszelf. Neem even tijd voor jezelf. Drink wat water. Hè? Verzorg je huid. Neem een douche. Conditioner. Neem wat tijd voor jezelf. Alright. Ik ben te snel aan het hoppen en ik merk dat dat me tijd kost. Maar ik heb genoeg platformpjes hier. Ik zie dat ik over kan steken, maar ik zie dat er ook een persoon op staat. Dus die is dat platformpje aan het klein maken. Er zijn nu wel al veel meer mensen geëlimineerd dan net. Ik moet zo direct denk ik duiken op een gele. En dat is hier. Als ik dat niet deed, ik kon die sprong naar die andere kon ik niet halen. Dus ik moest het wel even op deze manier doen. Zo. Ja, ik denk dat ik zo moet steken. Zo. Zo, dat is even paniek. Oké, er zit zo'n beetje niks meer... Oh, heb ik een back-to-back-to-back! Oh, ja, joh. Wat is deze? Ik heb het uitgespeeld, man. Ik heb Fall Guys heb ik uitgespeeld. Als ik back-to-back-to-back wins heb, dit slaat nergens meer op. Maar ik ben een professional. Ik weet wat ik doe. Kom maar door met het kroontje. Hup, nog één. I've regained my crowns. Nou, hopelijk heb ik jullie een beetje wijs kunnen maken over hoe het spelletje in elkaar zit. En hopelijk hebben jullie ook genoten van deze video. Zo ja, beloon het dan even met een duimpje omhoog. Wil jij twee andere video's zien? Druk op de knop naast mij. Zie ik jou graag de volgende keer weer. Doei!